Hebben jullie zeg maar zelf een periode uit de jaren 80 waar je met het meest plezier op terugkijkt? Ik vind die hele jaren 80 met terugwerkende kracht vond ik er niet veel aan. Het was leuk om muziek te maken, maar ik zelf, ik zat niet zo goed in mijn vel, ik dronk wat te veel. Wanneer heb je wel goed in je vel gezeten? Ja, ik nooit. Maar, behalve in de periode dat ik jou weinig zag. Maar het is, op een gegeven moment, en dat klinkt misschien een beetje ijdel en raar, maar zo is het niet bedoeld. Ineens word je heel beroemd. Wij waren heel beroemd ineens, van niks. En de ene dag krijg je een meisje krijgen en de volgende dag slapen ze voor je voordeur. En daar word je toch een beetje vreemd van. Tenminste, ik wel. Ja, ik heb daar nooit last van. Henk heeft er nooit last van gehad. Maar ineens als je in een café binnenkomt, dan krijg je een biertje voor niks. En je mag voor bij de tandarts. En dat zijn allemaal dingen waar ik heel moeilijk aan kon wennen. En, ik had dat nooit. Dus, maar, ik had nooit ergens last van. Nee. Ik werd nooit herkend. Ik werd... Ik vond die 80 jaren wel leuk. Dat is heel veel mogelijk. Ik vond het een vervelende tijd, omdat ik eigenlijk niet precies wist. Ik had geen auto, dus ik nam altijd de bus uit. Dat vond ik leuk. En dan was er weer iemand die ineens een heel verhaal aan hier begon. Dat hij schandelijk vond dat je vriendschap had opgenomen. Want vriendschap was zo mooi. Of dat hij het heel mooi... Het heeft een paar jaar geduurd voordat ik mijn evenwicht... Tot je rijbewijs had eigenlijk. Ja, en tot ik mijn evenwicht... Henk heeft nooit ergens last van gehad. Want hij vond het allemaal natuurrecht van hem. Dat hij ineens overal voor me kwam. Nee, maar dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg helemaal niet. Ik zeg juist dat ik dat allemaal niet had. Had het allemaal niet. Hij was niet beroemd, alleen ik, maar... Ik werd nooit herkend. Ik kon na een optreden altijd zo de zaal inlopen. Dat is niet zo gek. Nou ja, dat is wel niet een heel selectief geheugen hoor. Dat je hebt de vrouwen aan je armen zien hangen. Nee hoor, dat was mijn vriendin. Ook. Maar wat ik prettig vond aan de jaren 80 waren dat er heel veel dingen mogelijk waren. Ja, dat is ook weer waar. En je moet wel... kijk, wij hebben de hele... technische ontwikkeling die vanaf het moment dat mensen muziek gingen opnemen. Wij zijn in 1977, 78 begonnen. Ja, er is zo ontzettend veel veranderd en we hebben alles mee kunnen maken. Je hebt mee kunnen groeien. We begonnen met acht sporen opnames en we eindigden met onbeperkt aantal sporen. En ik ben er goed dat, hoe heette dat liedje ook alweer? Met die drum die bestond uit een hi-hal. Hoe heette dat liedje ook alweer? Brood en Spelen. Ja. En hadden wij, toen de Einstürzen een Neubaut en die deden met metaal. En Henk vond dat helemaal te gek. Had nog niemand gedaan een ritme met een hi-hal. Wat moet je voorstellen? Tegenwoordig ga je achter de computer zitten en doe je hi-palen even. Oh ja, hi-paal, dat is je snare. Andere hi-paal. Henk was een week bezig, dat is geen grapje, om een hi-paal te vinden. Die geschikt was. Die geschikt was, die dus net genoeg de grond ingooit. Als hij die klap gaf, dat die klap mooi was. Ja, maar dan heb je ook wel wat, hè? En uiteindelijk had je dus om die fucking snare op te nemen. Hij was een week bezig om dat voor elkaar te krijgen. En dan hadden wij, zijn wij de jongens, wij hebben geen snare, wij hebben een heipaal. Geen hond die het hoorde. Behalve wij. Later is een leuk verhaal, maar het zegt ook iets over... Een compliment. Een soort van gedrevenheid. Ja, gedrevenheid. Ja. Of hetzelfde geld had je zin. Nou, weet je, dat gezeik met die kuthijpaal. Wij doen gewoon, hupsakee, de drummer zo, je bent klaar. Ja. Is toch niemand die het verschil hoort. Maar wij hoorden dat wel. Ja. Is dat zeg maar wat jij zei van dat je niet in de jaren 80 dat je daar moeite mee had. Merkte jij dat? Aan hem toen? Nou weet je, wij hebben, hoewel we heel veel dingen samen deden, natuurlijk ook heel veel dingen. Hij werkte ook bij de radio. Jawel, maar om de twee, drie jaar zit een album. Ja, maar dat is. Je zegt het eigenlijk heel goed.
Want normaal gesproken breng je eens in het jaar een album uit, zo'n beetje. Er zitten wel eens 2 jaar tussen, wel eens 4 jaar, wel eens 6 jaar, wel eens 12 jaar. Dus jullie zagen elkaar er buiten niet zo heel veel? Nou, soms wel, en soms wel. Soms niet. In de jaren 80 zat ik eigenlijk alleen maar in de studio, elke dag. En was het niet met het goede doel, dan was het wel met andere mensen die ik produceerde. En hij zat... Ik zat bij de radio, hij zat bij liever de radio. Niet in de elke studio. Dag zat hij bij de radio. En ik liever niet, ik heb nooit voor studio's gehad. Nee, radio is ook niet in de studio. En het is, maar ik vond het nooit zo leuk. Okay. Ik heb studio's nooit zo leuk gevonden. Het is, Henk vond het altijd prachtig, maar... Een studio op zich zegt me niks, maar gewoon het werk wat je daarin doet. Dat maar later, toen jij een studio had... Waar je daglicht had. Precies, dat soort dingen. En dat soort dingen. Ik werd heel depressief. Als ik een maand in de studio zat, helemaal zo'n donker bunker. Ja, dat was donker, kunstlicht, 24 uur per dag. Zolang wij onze platen klonken beter dan die van de mensen die even de studio zaten. Nou ja, kijk, de mensen kregen ongeveer hetzelfde budget. Elke band krijgt ongeveer hetzelfde budget. Alleen wij maakten van de 24 uur gebruiken we de 16, 17. En anderen deden daar 10 uur. En dan gingen ze naar huis, dan gingen ze slapen. Wij gingen altijd maar door. Dus, waarbij één restrictie, dat ik in elke ploeg zat. Dat is, het is al zo zielig. Maar het is, het ook wel eens thuis hoor. Dan zat Sander in een ploeg of de producer. Maar wij maakten altijd... je betaalt per dag. Of je er nou 24 uur gebruik van maakt of 8 uur, die dag is een dag. Dus onze platen klinken met terugwerkende kracht nog steeds eigenlijk helemaal niet zo gedateerd. Nee, ik denk een frisse plot. Omdat daar ging een energie... Henk was na afloop... Gesloopt. Henk was altijd gesloopt en dan moest je echt... Ging je en dan moesten we optreden. Maar meestal kreeg je dan een tour en dan ging je repeteren. En dan begonnen we aan zo'n tour en dan was iedereen hartstikke fris. En dan kon je mij bij elkaar vegen. Daarom vond ik het nooit zo leuk eigenlijk. Maar goed, hoe het ook zij. Ja. Het was ook wel een leuke tijd in de zin. Kijk, je vertelde net in de zin dat er heel veel maatschappelijk gebeurde. Ja. Dat het leuk was om mee te maken. Maar je vroeg net een persoonlijke vraag en ik probeerde daar eerlijk antwoord op te geven. Dat je best even je evenwicht moet zoeken. Ja, zeg maar anders dan Henk die je. Heeft dat ook niet bijgedragen aan de uniekheid van de teksten? Ja, misschien wat wel. Zeg je? Zeg maar, heeft wat jij nu schetst over dat je je evenwicht moet zoeken, dat het aan de eigenheid van de tekst is? Ik denk dat jouw gemoedstoestand heus wel terug te vinden is in teksten. Ik weet goed dat de tweede plaat, Tempo Doeloos, een hele sombere plaat, omdat ik me toen heel somber voelde. Ja. Ik weet nog wel dat ineens dacht ik van, mijn god, wat overkomt me allemaal. En nou, het duurt even. En kijk, heel veel mensen die tegenwoordig krijgen mensen er allemaal training in hoe je met de pers moet omgaan. En dat je altijd moet lachen en altijd moet zeggen, goede vraag, als een domme vraag is, weet je. Maar wij hebben alles een beetje aldoende moeten leren. En dat was best, ik heb dat even, dat ging bij mij niet zo makkelijk. Maar ik heb veel vragen nog, zeg maar. Bijvoorbeeld wat jij zei, je kreeg dan van mensen vragen over de tekst van Vriendschap. Vriendschap is gewoon een klassieker nu. Raakte jou dat echt, zeg maar? Nou, ik moest altijd ontzettend om lachen. Er was één cabaretier, hoe heette die man ook alweer? Hij is pas dood, hij sprak van dat prachtige Nederlands. Dokter Anders Spee? Nee, hij kwam uit Groningen. Zet Gijkema. Die gingen in zijn cabaretprogramma over vriendschap. Echt dat wij dat durfden te zeggen. En later kwam ik die man wel eens tegen. Zei hij, ja, ik wou alleen maar leuk zijn. Maar wij werden afgebrand. Ja. Er werden boeken geschreven. Waarin een hoofdstuk aan hoe durf je zoiets te zeggen. Want het algemene beeld was vriendschap is iets wat je altijd moet waarderen. En altijd goed is. Een paar lullen. En ineens een liedje mag zeggen van nou dat kun je... Het is ook heel betrekkelijk. Dat is eigenlijk alles wat je zegt. Het is ook betrekkelijk. Meer is het niet, hè? En daar werden sommige mensen erg boos om. En als ze daar niet boos om werden, werden ze wel boos om. Waar ik ook niet altijd even gelukkig van het liedje Of Was Ik Maar Een Gijzelaar. Als ze daar niet boos om werden, was het om het liedje In Het Leven. Omdat het over prostitutie zou gaan, waar het ook niet over ging. Als we daar niet boos over werden, dan was het om het liedje Baby's. Wat over
incest, geloof ik zo. Nee, hou van mij zo over incest. Nou, daar gaat het ook over. Er was altijd iemand die wel wat had. Ja. En denk ik van, als je het eruit wil halen, zal het er wel in zitten. Maar we hebben het er niet in gestopt. Ja, maar hou van mij wel. Nou, ik weet wel zeker van niet. Hoe ging zeg maar die verdeling? Hetzelfde huis, het ruimt. Nee, okay. is het zeg maar dan, zoals ik het nu zie, en misschien klopt niet hoor, dat jij de teksten schrijft en jij met de muziek, of is het ook een mixvorm? Oh, soms schreef Henkel eens wat mee. Soms schreef Henkel wel eens wat mee. Soms, er is een tijd geweest dat we heel veel dingen samen deden. En een tijd geweest dat we heel veel dingen niet samen deden. Ja. Wat we allebei de leukste tijd vonden.